Goedemorgen. Welkom allemaal bij deze laatste viering in de Mariakerk. De eerste kerk in de Catharina Parochie die sluit. Gebed om het. Goede God, Vader in de hemel, wij gaan. Wij moeten gaan en trekken weg uit onze vertrouwde omgeving. Vader, ontferm over ons. Jezus, broeder, zoon van onze Vader, jij vond je weg. Een liefde in je leven die alles draagt. Amen.
broeders en zusters, dat mij met die offeren aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Goede God, brood en wijn hebben we hier op de altaartafel geplaatst. Het zijn de tekenen van uw verbond met ons. Wij vragen u dat gij ons als pelgrims mag geleiden door de sneeuwvlakte, dat wij verbonden blijven bij u. Christus onze Heer. Zo nam ik ook na de maaltijd de beker en sprak een zegen mede om uw naam te vereren. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen. Om mijn
laten we gaan met een rugzak vol verhalen. Laten we meegaan. Laten we samen gaan. Laten we gaan met het motto van deze dienst. Zoveel mooie woorden. Zoveel mooie zangen. Zoveel gezegd, gesproken en gezongen. Over de liefde die ontbindt. En de deur die openstaat. En over hem die altijd bij ons is. Laten we gaan. Laten we opnieuw gaan. En Maria. Want de mensen van de Maria verloren hun oude vertrouwde kerk met hun interieur. Maar er is iets prachtigs voor teruggekomen. En de pijn die heel veel van ons voelde toen de tijd, is geworden tot vreugde dat we hier hebben mogen kerken. We gaan verhuizen, gezegd. We gaan verhuizen van een mooie, zonnige doorzonboom met veel licht. En we gaan verhuizen naar een statig herenhuis op de markt. Wel een huis van de Heer. We gaan niet naar een verzorgingstehuis of serviceflat, want als zou dat, als ik mezelf bekijk, ook nog sommige andere mensen hier best mogen gezien de leeftijd. Nee, we gaan naar. Beste mensen, dat ik hier nu sta, staat niet in het boekje, staat ook niet in het protocol. Toen ik vanmorgen lector mocht zijn in de Vrijsterskerk, hebben we altijd even nadenken. Aan wie geven wij met het bloemetje ter bemoediging of wat dan ook? Was eigenlijk, waren we eigenlijk gelijk unaniem dat we dat deze keer aan de Mariakerk moesten geven. En dan met name voor de mensen die hier elke zondag in de kerk komen. Die zullen dat zeer zeker gaan missen. Kijk ik naar mezelf, dan zijn die paar uur zondagsmorgens in de Vrijdienstkerk een rustpunt in mijn wekelijkse toch wel drukke leven. En ik denk dat dat voor u ook zal zijn. Ik hoop dan ook dat jullie dat rustpunt opnieuw zullen kunnen vinden in de basiliek. Dat jullie je daar erg thuis zullen gaan voelen. Maak je gelijk gebruik van de gelegenheid om degenen die het boekje samengesteld hebben te complimenteren met de goede teksten, de goede passende, pakkende teksten en liederen. Ik wens jullie het allerbeste toe. Samen zijn in de viering. Daarna is het zoals gezegd.